Continental Artist Agency Europe. Artiesten. Somos Novio spelen. Dat doet Eugène Simon. Heel even in Vogelvlucht. Intercontinental Artist Agency Europe. En het bedrijf heet Eugène Simon Impresario Company. Total Artist Management. Je krijgt een aantal foto's te zien. Om even een indruk te geven wie er achter het bedrijf zit. Partner Rashima Blondel Timmerman uit Den Haag. Dat is de laatste teller in het bedrijf. Die samen met mij in de kern het twee dingen doet. Het beheer van het management team en het leiden van de Somos Novios. Je ziet een aantal foto's. Mijn beroep als lyricist, music composer en vocal talent stage trainer. Mijn eerste optreden was toen ik 16 was. En ik ben nu 56, dus je kunt zelf wel op je vingers rekenen dat ik meer dan 40 jaar in het vak zit. Ik heb van alles gedaan. Ik ben een zanger, ik heb in een koor gezeten, een Jelle koor in Utrecht. Koorknaapje. Sopraan. En mijn ouders die zeiden, muziek hoort bij je opvoeding. Thuis komt er een piano. Mijn vader had een mondharmonica, maar die was meer een technisch ingenieur. Die werkte bij de Begers in Utrecht. Stroomleveringsbedrijf als ingenieur. Mijn moeder was huismoeder, die zat in een koor. Ik zat in het koor. Ik heb nog één zus, Helen, 1 jaar ouder. En wij zaten beide in het koor, dus mijn moeder in het koor, ik in het koor en mijn zus in het koor. In Utrecht op de Mielle, bij de Miellekerk. Daarnaast moest ik pianoles nemen, ik ben naar de muziekschool gegaan, bij de Munderen. Heb ik de hoogste graad gehaald voor pianospelen als klein jochie van 6 jaar. Maar ik kreeg al pianoles thuis van de heer Stuivenberg. En later ging ik verhuizen naar Utrecht. Keuzegade, Schepen. Ging ik verhuizen naar Vleuten. Een dorpje, 8 kilometer afstand van Utrecht. En daar ben ik opgegroeid van mijn 7e tot mijn 21e. En toen ben ik op mezelf gaan wonen en geld gaan verdienen. Ik ben gewoon leerplichtig geweest. Ik ben gewoon naar school gegaan. Lager school, keuzeschool, de hele rattenplan. En in mijn jeugd heb ik gekozen om orgelles te nemen. Eerst van Laura de Boer in de Meren. En toen van Ab Remmels, orgelleraar in Utrecht op de Roemerslaan. En van Laura de Boer heb ik de technieken geleerd. Van Roda Scott, organiste uit Amerika. Die nu in Parijs leeft, woont en optreedt. En van Ab Remmels heb ik de technieken geleerd. Van Jimmy Smith, een Amerikaanse toporganist. En is allemaal jazz, Latin jazz, bossa nova. Dat is de basis van de popmuziek waar ik lessen heb gekregen. Later ben ik op zangles nog een keer gegaan bij zangpedagoge Elle de Jong in Utrecht. En ik heb ook les gehad van David van Strien,
die zat toen de tijd in de conservatorium, zoals in Utrecht, de Bruisstraat. Die was toen nog aan het afstuderen. En ik dacht, nou, dat is wel handig. 35 gulden toen de tijd voor een uurtje les. Om technieken te leren, zangtechnieken van iemand die dat kersvers zelf nog leert op het conservatorium. En zowel van Ellie de Jong als van Gaby van Strien heb ik erg heel veel geleerd. Vocal talent, stage trainer. En wat is nou de bedoeling in 2019 en 2020? Nou, ik vind het leuk wat ik tot nu toe gedaan heb. Maar ik vind dat het tijd wordt voor iets nieuws. Zo, ik werk met een vaste gitarist. Dat is Glenn Colmis. Dan heb ik nog een aantal vaste bands die ik inhuur als ik optreden. En de laatste 5 jaar werk ik met Rashima Rondel Timmerman als mijn vaste zangeres. En dus de basis is eigenlijk ik als zanger, pianist, toetsenist. Glenn Colmis als jazzgitarist. Hij is ook back vocal. En dan lady singer Rashima als mijn vaste zangeres. Maar ik heb een aantal drummers. Maar we willen nu echt een basisband. Glenn ga ik niet overal meer voor gebruiken. Alleen voor de grote shows. En voor de grote optredens. Maar ik ga een hele nieuwe band formeren. Dus ik ben op zoek naar een goede drummer. Een vaste drummer. Die echt helemaal wil gaan voor deze band. Die jazz, latin, pop kan spelen. Soul, funk, disco. En we gaan met eigen nummers heel veel aan de slag. We gaan natuurlijk ook gewoon covers doen. En het belangrijkste is Lady Sings Dance Night. Dat is de grote show waar alle talenten bij elkaar komen die voor het Intercontinental Artist Agency Europe werken. Onder die vlag. We hebben een management team. We doen een total management. Kom je als drummer, kom je als gitarist, basgitarist, slaggitarist, solo-gitarist bij ons. Kom je als zangeres of vocal zanger, kom je bij ons, mag je natuurlijk ook lied zingen. En het belangrijkste is, wij doen de total management met het hele team, belasting, alles. Bij ons verdien je gewoon goed. Maar je moet wel veel repeteren, je moet ook tijd hebben, je mag er gewoon een baan bij hebben. Nou, doe eventjes erover nadenken. Neem contact met ons op, telefoon is op 030-633-8451. 030-633-8451. Van harte welkom. Het beste is om op de zaterdag te bellen, maar ik ben de hele dag bereikbaar. Einde bericht.